Het boek Overstroomd is geschreven door Eva Moraal in 2012. Het boek is vooral bedoeld voor kinderen tussen de 13 en 17 jaar oud. Overstroomd speelt zich af in de toekomst in Nederland. Door de opwarming van de aarde bleef de zee stijgen. De dijken van Nederland braken door en heel Nederland overstroomde, behalve één stukje. Hier wonen nu alle mensen die het overleefd hebben. De bevolking is opgesplitst in twee groepen, de droge en de natte. De droge mensen zijn rijk en wonen in goed beschermde wijken. Maar als er nog een keer een overstroming komt, zullen de natte als eerste drinken. De droge mensen hebben een nieuwe leider gekozen, gouverneur Bransma. Gouverneur Bransma heeft een dochter, Nina. En Nina is één van de twee hoofdpersonen in het boek. Als Nina naar een nieuwe school moet, ontmoet ze Max, de tweede hoofdpersoon en de natte. In het begin willen ze niets met elkaar te maken hebben. Toch ontstaat er langzamerhand iets tussen hen. Maar de situatie is ingewikkelder dan ze denken. Ik raad het boek zeker aan, omdat er veel verschillende dingen in voorkomen, zoals actie, liefde en geheimen. Ook blijft het boek interessant om te lezen, omdat je zowel in Nina's als in Max' perspectief leest. Ze krijgen steeds een andere kijk op het verhaal.